Bij die bunk ontkrachten we beweringen die je op social media tegenkomt, maar waar het best nog wat op valt af te dingen. Zoals bijvoorbeeld ook rekeningrijden. Leuk! Even een opfrisser voor de D66 Facebookpagina-beheerders. Door corona is het fileprobleem praktisch opgelost. Niet actuele problemen aankaarten is wellicht niet de beste vorm van campagne voeren. Ja, door corona zijn er nu inderdaad wel minder files. Maar ja, hopelijk is corona natuurlijk snel voorbij. En we hebben ook al gezien deze zomer, toen de lockdown even weg was, dat juist het autogebruik het snelste weer terug op het oude niveau zat. Dus we moeten natuurlijk zien te voorkomen dat we straks weer met z'n allen in de file staan. En daarom moeten we nu nadenken over onder andere rekeningrijden als middel om de files te bestrijden. De volgende vraag is van Cindy Albers. Eigenlijk een hele goede vraag, want ze zegt ja, ik zal wel dom zijn, maar volgens mij is het gewoon een hele slimme vraag. Kan iemand mij vertellen wat rekeningrijden gaat opleveren voor het klimaat? Gaan we er met z'n allen minder auto rijden? Tot corona was het zo dat we gemiddeld 1 keer per week in de file staan. Dat is ongeveer 37 uur per jaar dat je in de file staat. Files zorgen er niet alleen voor dat je lang over je reis doet, het is gewoon heel vervelend. Maar files zorgen er ook voor dat er heel veel uitstoot is aan CO2 en fijnstof en stikstof, zonder dat iemand natuurlijk letterlijk vooruit gaat. Door rekeningrijden in te voeren kunnen we bijna 68%, dus ruim 2/3 van het aantal files per jaar verminderen. Dat levert een kwart minder uitstoot aan CO2 en stikstof op. Dus ja, dat helpt inderdaad ook voor het klimaat. Daarom is rekeningrijden ook een goede manier om files te bestrijden en klimaat te helpen. Betaal om in de file te staan om te gaan werken. Ik vraag me af waarom ik nu nog ga werken. Ze stelen nu al meer dan de helft van mijn loon, om maar te zwijgen van alle overige taksen. Blijkbaar is 75% stelen nog niet voldoende. Het moet richting de 90%. Ja, ik begrijp dat belasting betalen natuurlijk niet leuk is. Alleen op dit moment is het systeem eigenlijk ook heel gek. Op dit moment betaal je voor als je auto voor de deur stilstaat. En ongeacht hoeveel je rijdt, betaal je altijd hetzelfde bedrag. En de motorrijtuigenbelasting wisselt ook nog eens een keer per provincie. Dus in Zeeland betaal je een ander bedrag als in Groningen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Door rekeningrijden willen wij een eerlijker systeem maken waarbij iedereen betaalt naar gebruik. Net als dat je dat thuis voor je gas, water en licht ook zou doen. En belangrijk om te vertellen is dat in het voorstel zoals wij het voor ogen hebben voor rekeningrijden, schaffen we wel de motorrijtuigenbelasting af. Want het is dus wel of-of. We gaan nu niet dubbel belasten. Het is rekeningrijden en we schaffen de motorrijtuigenbelasting af. En nog iemand anders all on iets, helemaal mee eens. Maar hoe gaan we dan om met mensen die in een oude auto rijden, diesel omdat ze vervoer nodig hebben, goedkoop om maar niet een duur betaalde baan te rijden? Wie gaat voor deze mensen betalen die zich geen nieuwe schone auto kunnen veroorloven of hogere kosten? Want ik snap wel wat hij zegt. Maar ja, ik heb een kleine beurs, ik heb een oud autootje, oude diesel, kan niet meer betalen. En dan moet ik ook nog eens een keer het hoge tarief rekeningrijden gaan betalen. Ja. Dat snap ik wel. Ja, dat is een heel goed punt. Ik begrijp dat het natuurlijk niet zo moet zijn dat rekeningrijden ertoe leidt dat mensen die een kleine beurs hebben, een smalle beurs hebben, niet meer zouden kunnen autorijden. Moeten we daar goed over nadenken. Kijk, het doel van het systeem is om straks dus motorrijtuigenbelasting af te schaffen, zodat je niet meer betaalt voor de auto die ook stil voor de deur staat, maar dat je alleen maar betaalt voor de afgelegde kilometers die je echt moet maken. Ja, tegelijkertijd willen we ook meer investeren in openbaar vervoer of bijvoorbeeld in meer fietsinfrastructuur, dat mensen ook meer alternatieven hebben dan alleen maar de auto. Ja, en we gaan natuurlijk in gesprek met werkgevers om te kijken of mensen buiten de spits naar hun werk kunnen komen, zodat niet iedereen in de spits en de file hoeft te staan. Wat gaat rekeningrijden ons opleveren? Rekeningrijden is voor ons dé manier om de files in Nederland op te lossen. Rekeningrijden is een hulpmiddel om de klimaatverandering tegen te gaan. En rekeningrijden is vooral eerlijker omdat de vervuiler betaalt. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jij denkt over rekeningrijden, dus laat je reactie achter in de comments. Dit was de best debunked ever, dit was de best debunked ever. Kun je gewoon dit niet uitzenden, dit is ook al goed.